De stichting Buurtwerk Latour, Stibula, heeft vandaag haar 54-jarig bestaan gevierd. Vanwege de coronasituatie heeft de stichting haar activiteiten heel sober gehouden. Er zijn certificaten uitgereikt aan buurtbewoners die deel hebben genomen aan de cursussen ICT, bakken en koken en pedicure en acryl. De voorzitter van het stichtingsbestuur, Ro Kolf, zei dat de cursussen belangrijk zijn om invulling te geven aan het buurtwerk. Kolf benadrukt dat het goede werk voortgezet moet worden. En na 54 jaar staan we er nog. En we zijn daarom blij dat wij vandaag een gezondheidsproject kunnen toejuichen van de Rotary. Maar tegelijkertijd dat we certificaten gaan uitreiken. Dat betekent dat we gezond moeten blijven als Stibula, dat we heel gezond moeten blijven en dat we door moeten gaan met het werk. Ondanks de pandemie is Stibula in staat geweest door te gaan op aangepaste en gepaste wijze met haar activiteiten. Fias Gokul, president van de Rotary Club Paramaribo Central, overhandigde het kinderboek Spelenderwijs je zorgsysteem in de gaten houden aan de stichting. Hij is ingenomen met het werk dat gedaan wordt en hoopt dat het kinderboek een bijdrage zal leveren aan het welzijn van de buurt. We zijn bezig met het obesitaspreventieproject vanuit de Rotary. En even neerzetten, we hebben dus een boekje uitgebracht. Er zijn een heleboel exemplaren die dus ter versterking van de bibliotheek en ook ter verspreiding aan de aanwezigen hier mogen verdeeld worden. Dus dit is het boekje die wij dan doneren aan wie mag ik het even opvallen? Aan de voorzitter. Meneer Kolm, dit is alvast een exemplaar voor u. Hij is heel erg mooi geïllustreerd. Tekeningen voor jongeren, voor alle leeftijden. Dus hij is heel makkelijk te begrijpen, te lezen. Fias Gokul, president van de Rotary Club Paramaribo Central. Meer dan 50 personen hebben vandaag hun certificaat in ontvangst genomen.